In enkele weken beginnen we eigenlijk met het opsporen van de weidevogels. En dan is het ook zorgen dat iedereen goed weet wat gaan we doen, wie is waar verantwoordelijk voor en hoe gaat dat vormgeven. Het is een heel duur stukje techniek en dan moet je op een zorgvuldige wijze leren. En gaandeweg moet dat, het is gewoon een heel leertraject. Het is wel serieuze business, ja, zeker weten. En ook als je dan zometeen in het veld weidevogels opspoort en je ziet die later groot worden, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. De techniek gaat heel hard en ik ben wel van mening dat op het gebied van landbouw dit wel eigenlijk steeds meer gaat toegepast gaat worden. Precisielandbouw is dan een mooi voorbeeld van. Maar ook dat je een perceel in kaart brengt met onkruiden. Dat je precies weet waar je selectief kunt spuiten. Dat de impuls van gewasbeschermingsmiddelen eigenlijk minder wordt. Ik verwacht dat de drone een grote rol gaat spelen in zowel de landbouw, maar in meerdere sectoren. Ja. Zo hebben wij zelf ook een perceel waar wij de vogels zitten. Vorig jaar zijn we er rondomheen gemaaid. Ik verwacht wel dat dit structureel wordt ingezet. Het is allemaal een gevolg van, nu is de weidevogeldrone heel hard en zometeen zal ook uit moeten wijzen dat de predatie de volgende stap eigenlijk is. Want je kunt wel nesten in kaart brengen en besparen dat de landbouw het zijn er niet meer kapot maait, maar zometeen zal ook de predatie volgen om die nesten toch ook vliegvlucht te krijgen. Je moet iets tegen de predatie doen. Het is allemaal anders. Het hele totale plaatje moet kloppen. Het is niet een onderdeeltje wat je eigenlijk goed kunt laten functioneren om het succesvol te laten worden.